Holi Pagwa is een feestdag op de eerste dag na de volle maan van de Hindoe maand, waarop Hindoes het nieuwe jaar inluiden. Tijdens het feest wordt elkaar daarom Shubh Holi, gelukkig nieuwjaar, toegewenst. Bij Pagwa wordt ook de overwinning van het goede op het kwade gevierd. Onze nieuwsdienst nam een kijkje bij de Sri Radha Krishna Mandir te Blauwgrond, waar Holika ook werd verbrand. Pandit Nandu Tewari meent dat de tijden zijn veranderd en kan Pagwa gezien worden als een volksfeest. En het is nu vanaf 1972 een nationale feest, dus meer dan 50 jaar in. Dus u begrijpt wel, iedereen is nu ermee vertrouwd en gegroeid. En de saamhorigheid, die moet er zijn. Helaas is het ook zo dat niet iedereen van kleurstof houdt. Niet iedereen houdt van om bepoederd te worden, maar het is wel geaccepteerd. Je moet een zekere loop hebben naar een bepaalde hoogtepunt. En natuurlijk alles waarbij je God erbij haalt, de rituelen erbij haalt, de vormen erbij haalt, die spreken, dan is het prettig. Als je in Suriname op de politieke podium gaat en je begint met Broem Tjidjari, dan is de luisterdichtheid een beetje groter. Iedereen denkt, oh nee, dat geluid kennen we, dat we allemaal prettig in Suriname wonen. Alvorens de festiviteiten kunnen beginnen, wordt over de as van Holika volgens rituelen gebeden, waarna gespeeld kan worden met de Pagwa-poeder. Dat is een van de voorwaarden alvorens Pagwa gevierd kan worden. Pandit Tewari geeft aan dat een boodschap voor Pagwa lastig is omdat er zoveel gebeurt in de wereld. Mijn boodschap zal blijven, we leven in een moeilijke tijd. Maar moeilijke tijd niet in de zin van politiek. Moeilijke tijd in de zin van wat gebeurd is, waarin we zijn. Maar hoop doet leven, er is hoop. Er is hoop dat het goed zal komen. Gods zijn zegen is op Suriname. Dat gedeelte van Wintiwai, Lantipai, gaat ook een beetje weg. Dat gedeelte van spookambtenaren zal ook weggaan. Iedereen probeert een klein beetje, maar politiek is heel machtig. En zo zijn er bepaalde dingen die heel moeilijk zitten. En ook voor wat medische voorzieningen betreft, school en de mensen zelf. De wijze waarop ze hun boodschap brengen. De wijze waarop ze denken dat je daarmee stemming kan maken. Over 2 weken worden vastenmaand afgesloten en een nieuw jaar volgens de Hindoes ingeluid. Ook ATV wenst de gehele gemeenschap een Shubh Holi toe.